halve finale in de klasse tot 48 kilogram bij de vrouwen. En we zien daar de Roemeense Dumitru in het wit tegen de Japanse Tomoko Fukumi. Een partij met twee dames die je hier verwacht in de halve finale. Deze twee dames zijn absoluut kanshebber op de wereldtitel. Dumitru op de rug gezien in het wit is de Olympisch kampioene van Peking. En normaal gesproken zou hier een andere Japanse staan, Tani. Die is al 7 keer achter elkaar wereldkampioen geworden. Maar die is zwanger. En vandaar dat ze maar een andere sturen. En die is minstens zo goed. Een stuk jonger. Ze is 24 jaar. Tomoko Fukumi. En hier is een straf wegens passiviteit voor Dumitru. Ze had al een straf. U ziet twee gele kaarten, zeg maar. En dat is dus een Yuko voorsprong voor de Japanse. Dumitru vijfvoudig. Oeh, daar gaat ze bijna. Dumitru vijfvoudig Europees kampioene. Absolute top in Europa. Dit jaar in Tbilisi brons. Dat was een verrassing. Won ze, of verloor ze eens een keer in 6 edities een partij op een EK. Was 5 jaar ongeslagen. Maar ze is absoluut wereldtop. Aftasten nog steeds. Nogmaals, enige score op het bord is door 2 straffen erop gekomen. Japan bij uitstek dominerend in de lichtste categorieën. Dan gaat ze naar de grond, naar de benen van Dumitru. Mate, geen score. Maar voorlopig is Dumitru eigenlijk alleen nog maar aan het verdedigen. En komt ze tot weinig initiatieven. Nog ruim 2 minuten voor de Roemeense om de finale te halen. Daar de schouderworp van de Japanse weer. Goed gepareerd door Dumitru. Ze moeten weer gaan staan. Tijd staat stil. Fukumi. Japans kampioene. Won de Grand Prix in Hamburg en de Grand Slam in Rio dit jaar. Ochigari van Dumitru. Grote binnenwaartse beenhaak. Leidt allemaal tot niets. Ze moet nu iets gaan doen. Daar gaat ze. Oh, Ippon. Hij denkt er heel lang over na. De scheidsrechter voor wat hij geeft. Maar nu is het Ippon. Dumitru geblesseerd. Hij heeft duidelijk pijn. Ziet dat ze een scheenbeschermer draagt. Maar daar is hij dwars doorheen gegaan. Maar Fukumi groet af en loopt van het podium af richting kleedkamer. Zij haalt de finale en Dumitru, we moeten nog maar zien of hij terugkomt voor brons. Alsof er niets aan de hand is. Kijken wat er gebeurt. Aanval Dumitru, meteen doorgestuurd door de Japanse, heel goed gedaan. Aanval en meteen doorsturen. Danst met haar mee en gebruikt de beweging. Ze tikt ook af, de Roemeense. Heeft echt pijn. Oh, dat been zit klem. Het overstrekt. En dat doet, die banden zijn opgerekt. Daar, dat been zit helemaal klem. En het zou me verbazen als zij terugkomt voor de bronzen medaille.